Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en elke zondagmorgen om 9 uur probeer ik jullie een beetje inspiratie te bieden rondom de barbecue. Vandaag op de barbecue pulled pork gemaakt van een Boston butt, gerookt en nagegaard in een folieboot. Barbecue is what we do. Ja, we gaan vandaag een hele leuke klassieker maken en iedereen kent het denk ik wel die een beetje barbecued pulled pork. Kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Low and slow, high and fast. Maar ik zit tegenwoordig ook best wel veel op Amerikaanse kanalen te kijken. En daar gebruiken ze ook weer andere methodes. En nou heb ik er een gezien. En die wil ik zelf een keer proberen. En het is eigenlijk om hele malse pulled pork te krijgen. En het is dus met de folieboot. Zie, de barbecue brandt. Dus dan kunnen we hem gelijk indelen. Dus dan heb ik mijn plate setter die erin gaat. En mijn rooster die erin gaat. Maar nou is het ook zo dat ik eigenlijk al mijn stenen gelijk op wil warmen. Als gaan ze kapot. Als ze een hele grote hitteverschil krijgen. Dus ik leg hem er vast in. Dan kan ik aan deze kant toch nog zo'n in mijn houtskool of mijn rookhout toevoegen. En dan kunnen we nu vast sluiten. Dus dan kan hij helemaal lekker rustig opwarmen. Zetten we meteen de schijven goed. Zie je eens aan. Dan staat in ieder geval de barbecue lekker op te warmen. Dan pak ik even mijn vleesje. Vinden jullie het trouwens leuk wat ik aan het doen ben? En je weet het al. Ram dan rechts even op die knop. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug. Nu even mijn Boston butt pakken. En ja, ik heb hier een hele mooie Boston butt van Sherwood Foods. Een fantastisch mooi stukje vlees met een hele dikke vetkap erop. Maar eerst de handschoentjes aan. En wat me net al een beetje opviel is dat er dus aan deze kant een hele dikke vetkap op zit. En dat is eigenlijk wel mooi. Die gaan we ietsjes terugnemen. Ik wil die vetkap er wel op laten zitten. Maar ongeveer een centimeter dik. Want die hebben we straks nodig in de boot. Om in ieder geval te zorgen dat je vlees mals blijft. En als je hem dan eigenlijk helemaal terugtrent hebt, die vetkap, naar een centimeter dik. Dan wat ik dan eigenlijk doe, dan voel ik hem eigenlijk rondom helemaal even na. Of er geen scherpe dingen meer aan zitten. Los geruis van het uitbenen en dat soort dingen. En of die dan helemaal mooi is en geen fladdertjes eraan zit. Dan ben je eigenlijk al zo ver om naar de volgende stap te gaan. Dat houdt dus in dat we hem dus eigenlijk gaan insnijden kruislinks. Zodat je dus eigenlijk een soort ruitpatroon krijgt. En waardoor je dus je rub eigenlijk toch nog een beetje in je vlees komt. En je krijgt meer vetoppervlak, wat je eigenlijk dus terug gaat trimmen of terug gaat garen. En het gaat straks dan helemaal over het vlees heen druipen. En daardoor krijg je dus een extra malsheid en meer smaak. Want ook de rook trekt dan in dat vet. Kijk, dat ruitpatroon ziet er eigenlijk al fantastisch uit. Van de rest is die helemaal mooi teruggetrimd. Dus dan kunnen we gelijk naar de volgende stap. Ik heb daarvoor een beetje olie. En dan zetten we hem eigenlijk rondom in. Zodat je rub beter blijft plakken. En eigenlijk poets je die gewoon rondom over je vlees heen. Heel makkelijk. Dat kan ook met mosterd, kan met allerlei dingen. Maar we willen juist vandaag eigenlijk een beetje goed onze rub gaan proeven. En we gebruiken vandaag de Spicy Chipotle van Great Goods en de All Purpose. Dat is een laag van twee soorten rubs die elkaar prima aanvullen. De een is wat milder en de ander zit een bite in. Eigenlijk een spicy rubje, dus dat is prima. Kijk eens aan. Ondertussen staat de barbecue mooi op 110 graden. De Boston butt ligt klaar. We gaan even wat rookchunks toevoegen. En vandaag gebruiken we kersen en olijfhout. Een hele mooie combinatie voor wat we nu aan het doen zijn. En eigenlijk stoppen we gewoon heel makkelijk twee grote chunks van kersen en twee grote chunks van olijven eventjes in het vuur. En dan deel je hem gewoon verder in en dan gaat het lekker liggen smeulen. En dan krijg je in ieder geval in de eerste periode dat hij het vlees oppakt. Lekker een rooktintje erin, wat wij wel lekker vinden. En dan gaat gelijk onze plate setter op de juiste plek met de drippan erop. Want we gaan ook moppen en dat houdt dus in dat we dus wat morsen. En dat vind ik wel fijn als hij in de drippan belandt. Ondertussen begint het hier al lekker blauw te worden. Helemaal geen probleem. Ik heb de Thermopan Smoke aangesloten op mijn rooster naast mijn Boston butt. Die gaat er dus nu ook meteen in. En we gaan hem met de vetkap omhoog erin leggen. Omdat we dan eigenlijk zo meteen het vet eigenlijk al een beetje rook geven. En die warmte, dus het begint al lichtelijk te smelten. In de folieboot gaat hij ook met de vetkap omhoog. Maar dat zien we zo meteen. Ik stel nu even mijn widget in. En dan gaan we dus sluiten. We zijn nu ongeveer een 2,5 uur verder en we gaan even kijken hoe die eruit ziet. En zoals ik het nu kan zien is die heel mooi, ja, die mahoniekleur. En de rub zit eigenlijk ook wel een beetje vast. Eigenlijk helemaal vast, dus we kunnen eigenlijk gaan zeggen dat we gaan moppen. Dus ik ga even die vloeistof in elkaar drukken. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat zijn eigenlijk gewoon twee glazen appelsap en een half glas appelazijn. En daarmee gaan we dus kwasten, moppen. Niet echt
strepen trekken. Want daardoor trek je dus die rub los. Dus we gaan eigenlijk gewoon dippen. Tevens geeft dit ons een mooie mogelijkheid om natuurlijk de proop erin te doen van de thermopen. Smoke. Dan kunnen we meteen even kijken waar we zitten. En dat doe ik onder het schouderblad. Nou heeft hij natuurlijk even zuurstof gehad, dus dan loopt hij altijd even op. Maar zo meteen komt hij vanzelf weer terug. We zitten in ieder geval rond de 40 graden. Dus we gaan zo meteen gewoon verder. Elk uurtje moppen we hem er even in totdat we in de zone zitten. En dan gaan we in de boot. We zijn nu ongeveer een uurtje of 6 verder. Ik heb hem dus uiteindelijk zeg maar, ongeveer een keertje 4-5 ingemopt. Dan wordt het nu tijd om even te kijken wat voor kleur hij heeft. Want hij zit al redelijk in de stal, rond de 68 graden. Dus ik ben benieuwd. En kijk eens aan wat een mooie mahonie rode kleur erop zit. Ja, dit is echt geweldig. Hier was ik nou eigenlijk helemaal naar op zoek. Hij mag voor mij nog een tikje donker, maar we moeten toch ook nog een folieboot maken. En die wil ik jullie even laten zien zo meteen. Dus we wachten nog eventjes en dan pakken we hem er zo meteen uit. Dan sluit ik nu even de barbecue en dan gaan we over op het maken van de folieboot. Kijk, dit is dan een folieboot en eigenlijk is het gewoon een aluminium foliebakje. En ik heb drie lagen gebruikt, extra dik, omdat ik dan in ieder geval zeker weet dat hij niet gaat lekken. Want de pulled pork erin en dan gaan we er straks ook nog vloeistof bij in doen. En dan drukken we hem eigenlijk rondom het vlees aan, zodat je eigenlijk vanaf onderen hem dus eigenlijk stoof. En van boven nog steeds een beetje die rook erin brengt. En dan gaat dat vet smelten. En dan gaat dat in die vloeistof. En dan krijg je dus een hele lekkere pulled pork van. Zo, dan mag het varkentje de boot in. Eerst even de thermopen eruit trekken. En dan pakken we hem met onze klauwen. En dan hem in het midden van het bakje. Even de barbecue dicht, want dan houden we die graden goed. En dan vouwen we het eigenlijk rustig er tegenaan. Kijk, en dan heb ik hier een mix van ananassap en worcestersaus en een beetje kippenbouillon. En dat gaat er dan weer in. Ik kan eigenlijk van alles er weer in stoppen. Het maakt niet zoveel uit. Je moet alleen een beetje oppassen met te veel suikers. Want het is gewoon een badje en dan gaat het allemaal karamelliseren tegen je vlees aan. En dat is niet wat je wil. En als hij dan helemaal rondom mooi aangesloten is, dan mag hij weer de barbecue in. En dan gaan we eigenlijk op hetzelfde gangetje gewoon verder. Alleen we stoppen nu wel een beetje met het moppen. Dan gaat hij gelijk de barbecue erin. Want we hebben nog best wat uurtjes voor de boeg. Huppakee. En dan gaat gelijk het prikketje er weer in. De proop om te meten waar we zitten. En dan ga ik nu bovenin doen. Zo. En dan gaat hij dicht. Ja jongens, dan zijn we er weer. Hij heeft de hele nacht in de barbecue blijven liggen. En nu zit hij dus ongeveer rond de 93, 94 graden. Ik heb hem ongeveer vandaag drie keer aangekeken. Dus ongeveer even kijken of de kleur goed is, of hij niet verbrand is en dat soort dingetjes. Temperatuur kon ik gewoon monitoren met mijn thermopen. Maar het is nu in ieder geval tijd om ernaar te gaan kijken. Er zit in ieder geval een hele mooie dikke bark op. En dan kijken we gelijk even of er een beetje weerstand in zit. En zoals ik het nu kan voelen is hij eigenlijk boterzacht. Gaan we eens even kijken of dat bot eruit getrokken kan worden. Zo, dan zetten we hem gelijk boven een bak, want dan kunnen we hem mooi leeg laten lopen en dan kunnen we voorzichtig gaan proberen hoe ver die is. Dan haal ik het bakje eronder uit met dat goud en dat noem ik goud omdat daar natuurlijk alle smaken in zitten die we zo te winnen nodig hebben. En kijk eens aan, daar hebben we dan dat mooie stuk bot. Dan gaan we gelijk kijken of we al een stukje kunnen poelen. Kijk eens jongens, kijk eens aan. Dan is het nu in ieder geval tijd geworden om goed te gaan proeven en kijken of dat in die gord droog is, maar dat verwacht ik helemaal niet. Dan pak ik even een lekker stukje met een stukje bark erbij, dat vind ik echt lekker. Nou jongens, daar gaan we. Oh, zo'n lekker stukje mals vlees heb ik nog niet eerder gehad. Ja, nou, dit is het voor mij echt helemaal. Wow, dit is echt een super lekkere methode. En natuurlijk kun je de smaaktinten zelf zo aankleden zoals je zelf wil. Hè? Daar ging het mij vandaag niet om. Het ging mij vandaag eigenlijk om, wordt het echt super mals met deze methode? Jongens, jongens. Ja, dat was echt overheerlijk. Serieus lekker. Zeker de moeite waard. Ik zou het zelf eens proberen. Dan zit het er weer op voor deze week. Ik
hoop dat jullie genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Heel leerzaam dit momentje. Ik zie jullie graag volgende week weer terug. En net als elke week zeg ik dan, hashtag verrekte lekker. En vergeet even niet te abonneren op dat knopje daar. Help je mij ermee. Samen groeien. Hartstikke leuk. Volgende week 9 uur. Hey, kom je volgende week weer even kieken? Dan bedenk ik vast wat lekkers voor in jouw bakkers.